De reden dat content marketing tegenwoordig heel belangrijk is, is omdat steeds meer van de prospects en klanten die bedrijven hebben, zich op allerlei social media begeven, op zoek zijn naar informatie over producten en diensten. En dat onderzoek laat zien dat tot wel 60% van het besluitvormingsproces wat wordt doorlopen door deze klanten of prospects, eigenlijk al is gedaan voordat ze contact met je opnemen. En dat betekent eigenlijk dat onder invloed van zeg maar allerlei platformen en de informatie die via die platformen kan worden verspreid, mensen zich een beeld vormen over je organisatie, je reputatie, je producten en je diensten, je kwaliteit, etc. En dus wil je ervoor zorgen met behulp van content marketing, dus door actief zeg maar, dat heft in handen te nemen, dat dat er ook zo goed mogelijk bij staat. Nou, drie voorbeelden van hoe wij content marketing toepassen op het platform. Allereerst de influencers. We hebben inmiddels zo'n 500 inspirationele business leaders op ons platform die eigenlijk op dagelijkse of wekelijkse basis bloggen over allerlei onderwerpen. Nou, dat inspireert leden. Dat is dus een heel belangrijk voorbeeld. We hebben SlideShare. En SlideShare is zoals wij het noemen een YouTube voor PowerPoints, waar je dus al je informatie, al je PDF's, al je presentaties die je als bedrijf of als persoon doet, een plek kan geven en doorzoekbaar en gerubriceerd aan kan bieden. Dus dat is een SlideShare. En we hebben Pulse. En Pulse is eigenlijk alle informatie die in je timeline verschijnt op basis van het algoritme dat wordt bepaald door wie jij bent, met wie je geconnecteerd bent en wat jouw activiteiten op LinkedIn zijn. Het kampvuurgeheim voor de bezoekers en waarmee ik ze hoop te inspireren is met name de enorme kans die er ligt voor bedrijven om op het platform van LinkedIn zeg maar, actief te zijn met content marketing en ook succesvol te zijn met content marketing. En wat wij veel in de praktijk zien is dat bedrijven zeg maar, wel met social media bezig zijn, maar over het algemeen, als ze wat minder ervaren zijn, daar nog heel erg productgeoriënteerd mee bezig zijn. Terwijl we eigenlijk nu in een fase zitten waarin juist de menselijke relatie en de persoonlijke relatie, dus het mensgeoriënteerde, veel belangrijker is. En wat ik hoop te laten zien aan de hand van een aantal voorbeelden, hoe eigenlijk het bouwen van die relatie zeg maar vooraf gaat aan de daadwerkelijke verkoop of transactie, et cetera, et cetera. En hoe je daarvoor eigenlijk het LinkedIn-platform heel goed kan inzetten. Ik heb zelf hele leuke herinneringen aan het kampvuurverhaal, moet ik eerlijk zeggen. En dat heeft te maken met het feit dat ik vroeger, toen ik een stuk jonger was dan nu en nog zelfs op de lagere school zat, gingen wij op schoolkamp naar Baren, naar de bossen van Baren. En mijn meest favoriete verhaal, het meest spannende verhaal, was eigenlijk het verhaal waarbij we inderdaad onderling bij een kampvuur zaten. En er een verhaal werd verteld over een zeer boosaardige heks die in die bossen van Baren ergens zou zijn opgehangen door een woedende menigte. En wat wij niet wisten en wat de leiding natuurlijk wel wist is, zij hadden al stiekem een klein stukje bewijs van die ophanging, hadden zij als touw over een boom gehangen. En toen het verhaal over was, werd er gezegd, nou waarschijnlijk als zo meteen het vuur een beetje uit is en je gaat op zoek naar bewijs daarvan, dan vind je dat wel. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. En dan was het natuurlijk zo dat we binnen enige tijd een boom vonden waar daadwerkelijk het touw nog bungelde. Net even een zetje gegeven door een van de kampvuurleden. En dat was dus een hele spannende ervaring. En elke keer als ik aan het kampvuur en het spannende verhaal denk, dan moet ik aan die bossen van Baren denken.